Met een klein bootje dringt een handjevol medewerkers van Staatsbosbeheer het territorium van de zeearend binnen. De sfeer aan boord is licht gespannen. Want het ringen van zulke uit de kluiten gewassen kuikens in het vizier van de ruim 2 meter grote ouders blijft een niet alledaagse bezigheid. De laatste kilometers naar het hoog in de bomen gebouwde nest worden te voet afgelegd. En dan is het klimmen. Zo'n 20 meter de boom in. Zelfs voor de ervaren Peter de Boer geen gemakkelijke en ongevaarlijke klus. Want het door de regen toch al loodzwaar geworden nest is niet op een al te stevige plek gebouwd. Maar de moeite loont. En even later worden de vogels voorzichtig naar beneden gehaald. Ze ruiken lekker. Naar vis zeker. Boswachter Hans Gartner is zichtbaar geroerd als hij de jonge vogel in zijn handen heeft. Het is prachtig. Het is heel erg mooi. En het is heel erg bijzonder ook. En het doet emotioneel heel veel met me. Ondertussen wordt het andere jong vlot onderzocht en van ringen voorzien. Dat is belangrijk. Ook vanwege hun, noem het maar even hun semi onkwetsbaarheid als vogel zijnde, als grote roofvogel zijnde. Maar er zitten nog zoveel haken en ogen aan, ook voor het leven van deze vogels, dat we willen graag alles weten. En dat is nog niet zo gemakkelijk. Met die klauwen halen ze je hele broek open. Ze hebben zo ongelooflijk veel kracht. En die klauwen zijn zo groot. Ik bedoel, ze zijn een beetje vergelijkbaar met mijn hand. Ik heb best grote handen. Desondanks is de klus uiteindelijk vlot geklaard, zodat de beestjes weer zo snel mogelijk op hun nest gezet kunnen worden. Waar het duo nog 1 keer op de foto wordt gezet. Geringd en wel.